bezig zijn, want het wordt uitgerold nu, is genomineerd. En ja, ik vind het helemaal fantastisch. Het hele bedrijf, een jaar geleden, en ja, het is een nieuwe strategie. Online is, is binnen Westland een marketing tool wat nog niet eerder is ingezet. En men heeft heel veel geloof in. En, ja, dat vind ik fantastisch. Leuk, deze prijs is ook leuk, het initiatief. Want ik denk dat er is zoveel onbekendheid binnen bedrijven op marketinggebied, wat online marketing kan betekenen. En dit soort initiatieven, deze opmaat naar zeg maar, verder professionalisering, dat hebben we allemaal nodig in Nederland, denk ik. Want het wordt heel groot verder online. En hoe meer marketeers er mee aan de slag gaan, hoe beter. Maar meestal zie je van de plannen die worden dan wel gemaakt, maar dat niet gerealiseerd. Hè? Maar bij jullie gaan toch even door. Loopt het op zo'n schema? Gelukkig is, ik ben zelf een marketingmanager. dus ja, ik stuur de afdeling aan en was daar iets sturend in, maar ook de MT heb ik meegewerkt hierbij. En as we speak hebben we eigenlijk deze week een aantal gesprekken met bureaus die worden afgerond. Die bureaus, het gaat om Duitsland overigens, dus dat is wat moeilijker als Nederlandse onderneming om daar de juiste weg te vinden binnen de digitale wereld. Maar deze week worden de plannen zeg maar, geïmplementeerd, bureaus zijn geselecteerd. En ja, ik zal jullie niet vertellen over het platform, maar het gaat heel mooi worden. Nou, we houden het in de gaten. Dat is een Twitter-adres met Rotterdam in Duitsland. We hebben Rotterdam op Twitter, dus die mag gewoon zoeken op Rotterdam. Dus zo zeggen, een meldje en ja, daar geven we regelmatig updates over het nieuws over Rotterdam. Dus ik ben heel benieuwd.